Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken. De Boksmeerse stripdagen, heb je daar wel eens van gehoord? Nee? Dat kan kloppen. Want die is er nog niet geweest. Want de eerste Boksmeerse stripdagen komen aanstaande zondag, dus zondag 14 april, naar Boksmeer. En wie zit daar allemaal? Nou, Ralf Dikmans, moet ik het heel goed zeggen natuurlijk, want ik word er helemaal nerveus van. Ja, want weet je waarom? Ik ga er zelf ook even heen. Ja, want Ralf Dikmans was een van de striptekenaars en die woont ook in Boksmeer. En die hebben dat opgezet om daar eens een keer een striptekenbeurs en dat soort zaken allemaal daar neer te zetten. Er komen heel veel striptekenaars, dus ga er zeker heen. Niet alleen voor Ralf Dikmans natuurlijk, die is wel de belangrijkste. Maar nee, Kobus de Klompenmaker is daar ook. En wat is daar speciaal aan? Nou, jullie hebben het al misschien kunnen zien op een video van mij. Kobus de Klompenmaker, die staat in het verhalen van vroeger. En het eerste verhalen van vroeger van Ralf Dikmans was namelijk eigenlijk dus dat ik daar een bijrol had. Alleen nu op de Boksmeerse stripdagen komt zijn verhalenlijn daar te liggen. Maar met het tweede boek er ook bij. En het is niet de primeur, want hij heeft hem al eerder uitgegeven, zeg maar. Of eerder, laat ik zo zeggen, laten zien. Maar daar stond ik niet bij. En nu kom ik naar de Boksmeerse stripdagen samen met Ralf Dikmans om daar Kobus de Klompenmaker, zoals je hem hier ziet, niet in deze hoedanigheid als Haagse Woelenboer, maar gewoon als Kobus, te promoten. Dus wil je ons samen zien, Ralf Dikmans en de Haagse Woelenboer, kom dan zeker naar de Boksmeerse stripdagen. Het wordt gehouden in Theater De Weijer, nou in Boksmeer. Nou, dat google even, dan weet je TomTom precies of je navigatie waar je heen moet. Wat ik al zei, het zijn de eerste Boksmeerse stripdagen. Dus zorg dat het ook een succes wordt, want dan hebben we er volgend jaar weer eentje. En wie weet kom ik daar wel als Haagse Blonde Boer tegen die tijd ook misschien wel de strips namaken. Net zoals wat ik doe bij het Kampense stripspectakel. Want daar kom ik natuurlijk al 10 jaar. En we gaan dit gewoon ook op de kaart zetten. Dus onthouden, zondag 14 april van 11 tot 5 in theater, moet ik even spieken, De Weijer in Boksmeer. En daar zijn Kobus de Klompenmaker en Ralf Dikmans en de Haagse Donderboer. Dus, ik zie jullie zondag. En voor nu, een hele fijne dag en tot de volgende keer. Hey, doei. Oh ja, de poster laat ik ook hier een keer af en toe zien, hè. Maar dan weet je het tenminste te vinden. Zoek het maar op Facebook. Doei. Dit is de Haagse Ballonnenboer. En Stekeltje. De Haagse Ballonnenboer. En Stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou. Roep maar welk dier. Wil je een papegaai, een tijgertje, een muisje of een slang? Een varken of een aapje, spinleeuw. Jongens, alles kan. Als je maar voorzichtig doet.